Beste kijkers, zo'n 300 bezoekers van jong tot oud deden weer mee aan de AfriSpelen 2014. De eyecatcher van dit jaar was de infomarkt met betrekking tot gezondheid en bewegen. Ik zeg, laat de spelen beginnen. Oké, laat de spelen beginnen. De derde AfriSpelen in het Afrikaanderpark begonnen met een demonstratie van de vecht- en danssport capoeira. De AfriSpelen zijn bedacht door Ahmed Uluk, activiteitenbegeleider van vereniging DSB, om de Afrikaanderbuurt, die bekend staat om zijn slechte gezondheid en lage inkomens, een gezondere toekomst te bieden. Verschillende sportverenigingen krijgen de kans om zich te presenteren aan de bewoners. En bewoners van jong tot oud krijgen de kans om nieuwe sporten uit te proberen. En Nel, we gaan natuurlijk ook weer elk jaar voor zo'n AfriSpelen. Ja, hoofdletters en uitroeptekens. Kijk, dus we hebben de steun van de gebiedscommissie, Umer. Heel goed, ja! Mevrouw Noël, hoe is het als voorzitter om zo'n sportdag te openen? Geweldig goed gevoel. Echt, ik krijg er gewoon een Olympische Spelen gevoel van. Super, ja. En kunt u dat beschrijven? Wat is dat dan, het Olympische Spelen gevoel? Ja, lekker met sport bezig zijn, met je voeding bezig zijn, bewegen. Niet thuis zitten achter de computer, nee. Naar de sportschool en op straat in de open lucht nu bezig zijn. En is dat belangrijk voor een stads- of gebiedscommissie als Feyenoord? Heel belangrijk. Wij zien ook veel te veel dat kinderen niet bewegen of niet sporten. Of zeggen van ja, ik wil niet buiten mijn gebied gaan. Terwijl er in dit gebied heel veel te doen is. En daar moet je, ja, dat is goed dat je dit laat zien. En je werkt ook veel met de kinderen hier uit de buurt. Hoe belangrijk is het dat ze zo'n sportdag krijgen hier? Heel belangrijk. Want de kinderen worden natuurlijk wat dik door het zoete eten. En wij proberen er alles aan te doen om de kinderen dagelijks te laten sporten. Ja. Met alle takken van sport. Dus zoals je hier ziet, alles komt wel weer eens een keer terug. Van de week zal ik weer eens een keer tennis halen of een voetbaltoernooitje. Dus dat is wel heel belangrijk, dat ze lekker aan het bewegen zijn, de kinderen. Ze zitten heel de dag in de schoolbanken natuurlijk. En dat ze toch even bij mij terecht kunnen om de ei kwijt te kunnen. En een beetje lichamelijk moe te worden, zodat ze s'avonds lekker kunnen slapen. Ik kom op Benziali, ik ben van sportvereniging Boxing 82 in de Afrikaanderwijk. En zoals je ziet, dit zijn de leerlingen, onder andere. En we laten vanavond of vandaag laten we een demonstratie zien van het boksen. En kunt u uitleggen voor wie misschien geïnteresseerd is, wat is er zo leuk aan boksen? Boksen is een leuk sport, is een verdedigingssport, is ook een aanvalsport. Het is ook een krachtsport. En wanneer bent u zelf begonnen met boksen? Ik ben op een jonge leeftijd begonnen, een jaartje of 7, 8. En ik doe het al dus heel lang. Even tussendoor ben ik er even tussenuit gegaan. Maar ik heb het weer opgepakt en... Ik heb begrepen dat jij al bokst. Ja. En kan je het al een beetje goed? Ja. En hoe lang doe je het dan al? Dat weet ik eigenlijk niet. Al een tijdje. Voel je je nu ook sterker op school nu je kan boksen? Ja. Kunt u zich kort even voorstellen en uw sportvereniging? Ja, ik ben professor Beto van Vive Capoeira, Nederland. En wij doen dus capoeira. Capoeira is een Afro-Braziliaanse vechtsport met acrobatie, dans, muziek, instrumenten, zoals je vandaag zo'n beetje gezien hebt. Capoeira is dus eigenlijk meer dan dit. In één les, in één dag, dan kan je dus eigenlijk niet zien wat capoeira is. Capoeira is heel erg leuk. De reden dat ik capoeira doe is omdat er heel veel dingen erin zit wat ik dus leuk vind. Ik hou van vechtsport, ik hou van acrobatie, ik hou van muziek spelen. Ja, liedjes zingen, het is allemaal in het Braziliaans, maar het is heel erg leuk en daar moet je het zeker voor doen. De energie die je dan krijgt bij capoeira is gewoon geweldig. Ja.
capoeira? Toen ik 5 tot, tot nu. En hij is ook mijn oom, daarom ben ik ook meer van hem gaan leren en zo. En zo begon het en zo gaat het ook steeds door. En kan je voor andere kinderen uitleggen wat er zo leuk is aan capoeira? Want je kan je gewoon uitleven, je kan je energie eraan kwijtraken en je wordt er gewoon heel meer sportiever van en je kunt veel meer dingen leren, je kunt ook veel dansen ermee en je hoort ook aan de muziek dat je voelt het gewoon en dan ga je uitleven. En dan wil iedereen natuurlijk weten, doet de voorzitter zelf ook aan de sport? Ja, de voorzitter die fietst zelf heel veel. En ik heb in het verleden ook heel veel van sporten gedaan, zoals hardlopen, skaten. Maar door mijn gezondheid gaat het iets minder nu. Maar fietsen tussen de 10 en 15 kilometer per dag, hè, daar blijf je ook gezond van. Ja. En gaat u nu ook een sport uitproberen vandaag? Ik ga het eens even rondkijken. Even kijken wat we kunnen doen. Ja. Op de infomarkt die dit jaar het nieuwe element vormde van de AFRI-spelen, bood bewoners de kans om allerlei vragen aan verschillende gezondheidsorganisaties te stellen die actief zijn in Afrikaanderbuurt. Men kon bloed laten prikken voor de suikergehalte, de bloeddruk laten meten en lengte en gewicht van de kinderen konden gecontroleerd worden. Ik ben Sander de Loor en ik ben werkzaam voor de Kempen-expeditie. En de Kempen-expeditie is een onderdeel van de expeditie Duurzame Zorg. En dat is eigenlijk een soort samenwerkingsverband van eigenlijk alle zorgverleners in de wijken Afrikaanderwijk, Bloemen of Hillesluis. En wat we met elkaar voor elkaar willen krijgen is dat mensen die daar wonen in die wijken gezonder gaan leven. En uiteindelijk ook minder overgewicht en diabetes gaan krijgen. En wat we met de Kempen gaan doen is nu de eerste keer dat we hier staan. Sowieso bij de AFRI-spelen. Dat we nog minimaal 9 keer in deze wijken die ik net noemde gaan rondtoeren. En proberen daar mensen te testen op het risico op diabetes. Hoe het met hun leefstijl is gesteld. Dat doen we met heel veel verschillende partijen. Dus die samenwerking is op zich ook al heel erg leuk. Dat ze daar advies krijgen. Dat hun bloedsuiker ook wordt geprikt. En dat op het moment dat ze graag willen gaan bewegen. Dat we ze ook een goede verwijzing kunnen geven bij welk beweegaanbod er in de wijk is. Wat goed bij ze zou kunnen passen. Dus eigenlijk een heel leefstijlverhaal. En vooral ook met de partners in de wijk en voor de bewoners in de wijk. Zijn dit risicogroepen in de gebieden waar jullie... Ja dat is, zeker in deze wijk is het aantal kinderen met overgewicht groot. Ook het aantal volwassenen met overgewicht. En overgewicht is weer heel groot risico op het ontwikkelen van diabetes. Ja, en dus ook chronisch ziek zijn en worden. Dat willen we heel erg graag naar beneden of doen dalen. Ja. Ik zie dat het ook best wel druk is. Is het ook omdat deze mensen misschien ook niet heel snel hun toegang weten tot allerlei verschillende zorgaanbieders, hulpbieders voor als ze willen bewegen, gezonder leven? Nou, dat is juist een beetje een probleem dat ze dat vaak niet weten. Wat denk ik is dat het druk is omdat die bus een aantrekkelijk iets is om naartoe te gaan. En dat ze zich kunnen laten testen. Testjes vinden mensen ook altijd leuk. En de uitdaging is dat ze inderdaad met die testjes en die uitslagen ervan straks ook wat gaan doen. En proberen gezonder te gaan leven door de adviezen die ze hebben gekregen. En wat we in de komende camper-expedities willen gaan doen is dat de verbinding met beweegaanbod. Dat is nu natuurlijk met de AFRI-spelen is er wel. Maar we willen eigenlijk dat er straks nog meer beweegpartijen ook beweegclinics gaan geven. En eigenlijk aan de hand worden genomen om echt ook aan de slag te gaan. Maar dat is de uitdaging voor de komende 9 keer. Jongens, kom op! Kunt u zich even kort voorstellen en uw sportvereniging? We zijn van het sportschool Ratang Sedou in Rotterdam Zuid. Het is een uitgespreide sport. We doen zoals mensen kennen taekwondo en karate. Dit is een mix van taekwondo, karate en kickboksen erbij. Aangevuld door omgaan met korte stokken, messen,
en lange stokken. En we passen af en toe zwaar technieken erbij. Oké, en u bent? Ik ben zelf de leraar van de sportschool Rattangsedoe. Wat is er zo leuk aan vechtsporten voor wie het nog niet doet? Nou, het is een geestelijk is het heel goed. Mentale voorbereiding is ook goed. En de verdediging en weerbaarheid, dat moet men aanspreken. Vooral in deze tijd. Hoe lang doe jij dit al? 4 jaar. En wat is er zo leuk aan vechtsporten? Je kan jezelf verdedigen. Ja? Buiten. Ja, en als je andere kinderen zou moeten zeggen, waarom zouden ze dit moeten gaan doen? Ik zou het zeggen als ze bang zijn voor mensen. Ja. En voel jij je nu sterker nu je dit doet? Ja, toch wel. En wat is dat voor iets moois? Nou, je kon zelf gaan knutselen. Dus had ik iets leuks gemaakt met alle activiteiten die ik tot nu toe leuk vond. En toen heb ik er nummer 1 van gemaakt. Oké, dus je hebt jezelf een prijs gegeven? Ja. Ik vond het wel heel grappig, want tennis vind ik het gewoon het leukst. Dus vandaar dat ik die heb vooraan gedaan. En heb je dat vandaag ook kunnen doen? Nou, ik heb al tot nu toe tennis gedaan. En dammen en knutselen. En ik heb er ook verf gekregen. En ik ga zo meteen atletiek misschien doen. Vragen wat er zo leuk aan dammen is? Het strategisch deel ervan. Ja, meer heb ik niet echt te vertellen. En doe je het nu alleen vandaag of doe je het normaal ook? Ik doe het alleen vandaag, want niet veel mensen die ik ken dammen me. Ja? Is niet zo populair bij de jeugd? Nee, niet zo erg tegenwoordig. En waarom denk je dat dat zo is? Geen idee eigenlijk. Weet ik niet. En als je een reclamepraatje zou moeten houden voor, waarom zouden jongeren meer moeten gaan dammen? Nou, weet ik niet echt. Ik vind het persoonlijk een leuk spel. Ja. Meer weet ik het niet te vertellen erover. Dankjewel, veel plezier. Ja, ik ben Sharon de Rosa van Honken Softbalvereniging Urban 010. We geven Honken Softbal op Rotterdam-Zuid en we zijn vandaag hier om de sport te promoten. En is het een beetje een populaire sport hier? Nou, in Nederland is het niet heel erg populair. Op school krijgen de kids wel altijd allemaal slagbal, dus een andere vorm ervan. Maar in Amerika is het bijvoorbeeld en op de Antillen is het volkssport nummer 1. Ja. En wanneer bent u zelf begonnen? Ik ben zelf begonnen volgens mij op mijn 7e. En dat heb ik heel lang gespeeld en nu geef ik allemaal trainingen. En voor wie het nog niet kent, niet heeft gedaan, wat is er zo leuk aan softball en baseball? Nou, het geweldige aan baseball en honkbal is dat je de bal mag gooien, je mag slaan, vangen, je mag over de honk heen rennen. Dus nou ja, het is het geweldigste sport die er is. Wat vind je zo leuk aan tennissen? Nou, ik doe het allemaal gewoon. Ik vind niks eraan. Nee? Nee. Doe je zelf wel een andere sport dan? Ja, freerunning. Wat is dat? Dat is net breakdance, maar dan gewoon wat anders dan rennen en zo. Springen over andere dingen met salto's en zo. Dat doe ik met school. Wauw. En vind je het leuk dat je vandaag ook andere sporten kan uitproberen? Ja, ik heb het al vaker gedaan, dus het is geen probleem voor mij. Paul, hoe gaat het? Ja, lekker. Dus het wordt druk bezocht en hoe heet dat, alles laten we aan weer. We gaan zo starten met het voetbaltoernooi. En dan gaan we het afronden dadelijk om 17:30. Een beetje opruimen en dan richting huis aan. De Afri-spelen worden zoals altijd afgesloten met een voetbaltoernooi waarin jongeren zelf hun team samenstellen om een beker te winnen. De belangrijkste en dus grootste beker, de Fair Play-prijs, gaat naar de meest sportieve voetbalteam.
Maar merk je ook van, is het ook een kwestie van dat het best wel duur is voor de meeste kinderen om bij een sportvereniging te gaan? Ja, maar dat hoeft niet zo te zijn. Ik loop tegen iedere moeder of vader te zeggen, iedere oude, dat ze bij mij terecht kunnen. Want ik ben, hoe heet dat, intermediair van Sport en Cultuurfonds. Dus zodra ze bij mij kunnen aantonen dat ze een laag inkomen hebben of sociale dienstuitkering. En ze kunnen dat aantonen bij mij, dan kan ik wat voor ze doen bij het Jeugd- en Cultuurfonds. Kan ik ze inschrijven en dan kunnen de kinderen gratis naar een sportvereniging toe. Dus dat hoeft de ouders niks te kosten. Ja. Super! Er zijn zat mogelijkheden. Ja. Dus. Okay. Voor die belangrijkste prijs. Daarom is hij ook groter dan de eerste prijs ook. Groter dan de eerste prijs dan ook. Voor tiende team. Van alle wedstrijden. Feyenoord.